Samsung heeft inmiddels de A53 uitgebracht als opvolger van de razend populaire A52 en A52S. En helaas moet ik concluderen dat het toestel er niet op alle vlakken op vooruit is gegaan en dat het zelfs zo is dat je op dit moment beter voor de Galaxy A52S kan gaan. In deze vergelijking tussen de twee leg ik je uit hoe dat zit. Dan begin ik traditiegetrouw bij het ontwerp en daar zijn niet zo heel erg veel verschillen te bespeuren. Ze zijn allebei redelijk volgens dezelfde ontwerptaal ontworpen. De A53 is net wat strakker, maar het is een klein verschil. Ze zijn allebei waterdicht, dat is fijn. Ze zijn allebei verder van plastic. Ze hebben een notch in het scherm, of een gaatje in het scherm eigenlijk, waar een zilver randje omheen zit, wat ik jammer vind. Maar daar zit geen verschil tussen de twee toestellen. Wat wel een verschil is, is dat de A53 geen audiojack meer heeft. De A52 en A52S hebben dat wel. Dat is dus een voordeel van die toestellen. Voordeel van de A53 is dat de vingerafdrukscanner in het scherm net wat lekkerder lijkt te werken. Maar het zijn kleine puntjes en het ontwerp is over het algemeen, los van die audiojack, gewoon gelijkwaardig aan elkaar. De schermen, dat is nog simpeler. Die zijn gewoon hetzelfde. Het is een 6,5 inch Full HD Plus AMOLED scherm. Met een verversingssnelheid van 120 Hz. Nou, enige uitzondering daarop is de 4G-versie van de A52. Die heeft een 90 Hz scherm. Maar die is eigenlijk zo weinig qua prijsverschil dat dat sowieso niet de moeite waard is. Dus die schermen die zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. Ook in de praktijk scoren ze hetzelfde. Ze zien er gewoon hetzelfde uit. Het zijn echt dezelfde schermen. En daar hoef je het dus zeker niet om te doen. Dan de prestaties. En dan zou je zeggen de A53 is nieuwer en dus ook sneller. En dat is helaas niet het geval. Ik heb hier de Samsung Galaxy A52 5G versie. Je hebt ook de A52S. Nou, eigenlijk het enige verschil tussen die A52 en de A52S is de chipset. Die van de A52S is sneller. Die van de A53 is nog sneller, zou je misschien denken. Het is een Exynos 1280 chip, een nieuwe Exynos chip, gebakken op 5 nanometer tegenover 6 nanometer voor de chip van de A52S. Dat is een Snapdragon 778 chip en 8 nanometer voor de chipset van de A52 5G editie. Dat is een Snapdragon 750. Dan heb je in de 4G editie nog de Snapdragon 720. Nou, ik moet zeggen, de prestaties van de A53 en deze A52 5G editie, die zijn ongeveer gelijk. Je merkt in sommige dingen dat de A53 net wat krachtiger is, bijvoorbeeld bij zware taken zoals applicaties opstarten. Maar bij wat lichtere taken scoort de A52 juist soms weer beter, omdat die toch op de een of andere manier iets beter geoptimaliseerd lijkt ofzo. De A52S is nog een stukje sneller dan deze A52, dus die scoort beter dan de A52 en daarmee dus ook beter dan de A53. En qua prestaties is dat gewoon de beste van het stel en dat is natuurlijk wel jammer gezien de A53 die nieuwer en duurder is. Ook bij de software is iets geks aan de hand. Ze draaien in principe op dezelfde software, de One UI versie 4.1 over Android 12 op dit moment. De A52 kwam uit met Android 11, maar heeft inmiddels een upgrade gehad. Het software update beleid is wel verschillend. Dat heeft er aan de ene kant mee te maken dat de A52 serie een jaartje ouder is. Dus dat helpt natuurlijk sowieso niet mee. En aan de andere kant is het update beleid bij de A53 nog eens een keer beter geworden. Bij de A52 en de A52S was het 3 jaar Android upgrades, 4 jaar beveiligingsupdates. Nou, daar is nog grofweg 2 en 3 jaar van over. Bij de A53 is het 4 jaar Android upgrades en 5 jaar beveiligingsupdates. En dat is echt ijzersterk. Dus ja, daar scoort de A53 zeker beter op. Maar de keerzijde van het verhaal is dat de A53 een beetje buggy is. Ik heb last gehad bijvoorbeeld met mijn netwerkverbinding die soms niet lekker werkt. Dan moet ik het toestel opnieuw opstarten. Dat zijn allemaal problemen die de A52 en A52S niet hebben. Dus ja, het updatebeleid is minder goed, maar als je het toestel niet super, super, super lang wil gebruiken, dan maakt het op dit moment eigenlijk nog niet zoveel uit, omdat het ook gezien het toestel een jaar oud is, nog steeds goed is. En los daarvan is de software in de basis hetzelfde, maar bij de A53 meer buggy, dus is het eigenlijk zo dat de A52 ook daar beter scoort. Nou kan dat in de toekomst natuurlijk veranderen. Over een jaar bijvoorbeeld is het update van het beleid van de A52 en de A52S natuurlijk wel vrij weinig van over. En zijn misschien de bugs van de A53 opgelost, misschien ook wel niet. Dus dan wordt het een ander verhaal, maar op dit moment zou je kiezen voor de software van de A52-serie.
Dan de camera's, die zijn op papier hetzelfde. Sterker nog, ik verwacht eigenlijk dat de hardware ervan ook gewoon hetzelfde is. Het is een 64 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoekcamera, een 5 megapixel macrocamera en nog een dieptesensor. Die dieptesensor mag je vergeten. De macrocamera kun je op zich leuke dingen mee, maakt niet hele kwalitatief goede foto's. De groothoekcamera is zeker bruikbaar en de hoofdcamera is behoorlijk goed voor deze klasse. En ik heb even foto's met de twee toestellen naast elkaar gemaakt. Ik moet zeggen dat daar wel verschillen tussen te zien zijn. Dat heeft vooral met de beeldverwerking te maken. De A53 die heeft soms of vaak eigenlijk net wat mooiere kleuren en is iets minder verscherpt, waardoor het allemaal net natuurlijker overkomt. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, de A53 maakt net wat betere foto's. Bij de groothoekcamera is het verhaal gek genoeg omgedraaid. Daar is juist de A52 wat natuurlijker. Uiteindelijk zou ik wel zeggen dat de A53 net de mooiere foto's maakt, maar het zijn allemaal fundamenteel eigenlijk dezelfde foto's met wat nuanceverschillen. Dus ik zou het ook zeker niet doen of laten om die camera. Dan het laatste punt, de batterij. Daar is de A53 wel duidelijk beter. Die heeft een 5000 mAh batterij. De A52 en A52S hebben een 4500 mAh batterij. De A53 doet daar ook gewoon wel merkbaar wat langer op. Het is geen wereld van verschil, maar hij scoort gewoon wat beter. Dus dat is fijn. Ze kunnen beide niet draadloos laden en ze laden beide bedraad met 25 watt op. Dat is niet heel erg snel, maar goed. Het is wel voldoende en de batterijen presteren gewoon prima. En die van de A53 dus een beetje beter. De Samsung Galaxy A53 moet de A52 en A52S opvolgen en doet dat wat mij betreft niet heel verdienstelijk. Maar voordat ik echt de balans opmaak, is natuurlijk het financiële plaatje ook nog wel interessant. En dat pakt ook niet echt in het voordeel van de A53 uit. De A52 die kost €270 ongeveer voor de 4G-versie. Nou, die zou ik links laten liggen. De A52S die kost ongeveer €300 en de A52 5G-versie kost ongeveer hetzelfde. Dus als je geïnteresseerd bent in de A52-serie, zou ik zeker voor de A52S gaan voor €300. De A53 die kost zo'n €350 en daarmee is het prijsverschil tussen deze twee toestellen dus €50. Wat krijg je voor die €50? Je krijgt een nieuwere smartphone met een beter updatebeleid en een betere batterij. Dat zijn de voordelen van die A53. Als die batterij heel belangrijk voor je is, dan is het misschien de moeite waard om voor de A53 te gaan. Maar verder, ook los van het prijsverschil, is de A52 wat mij betreft gewoon de betere keuze, of zeker de A52S. De A52S is sneller dan de A53. Hij heeft een audiocheck, dat is fijn. Hij is ook minder buggy, dus ja, dat is natuurlijk ook fijn. Die software die zit gewoon wat beter in elkaar en het updatebeleid is nog steeds prima. Dus ja, op dit moment is het gewoon los van de prijs nog de betere keuze. Nou, in de toekomst kan dat wel anders gaan worden. Het zou natuurlijk kunnen dat hij op een gegeven moment een beetje van de markt begint te raken en dat de prijs daarom omhoog gaat, omdat het aanbod gewoon minder wordt. Het kan ook zijn dat hij nog wel een tijd op de markt blijft, maar ja, over een jaar bijvoorbeeld is het updatebeleid nog maar 1 Android upgrade en 2 jaar beveiligingsupdates. En dat wordt wel erg mager. Dus dan op een gegeven moment gaat de A53 wel de betere keuze worden. Maar voorlopig zou ik lekker voor de Samsung Galaxy A52S gaan. Heb je een wat beter toestel dat ook nog minder kost. Ik ben Smartphoneman Dominique en dit waren de Samsung Galaxy A52, A52S en A53. Ik ben benieuwd wat jij van de video vond. Laat het even weten in de reacties onder deze video of door een duimpje omhoog te geven. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.